Ik weet zeker dat jij niet sneller kan liken dan dat ik mijn oplader terugvind. Ik ben hem kwijt. Waar is die? Waar is die? Oh, hij is daar. Dankjewel. Dat is mijn oplader. Ik laat mijn neus op. Niet doen. De like challenge is voorbij. Ik was sneller. Oké, deze moeder is geniaal. Haar zoon van 14 raakte 2 huissleutels kwijt in 6 maanden tijd. En ze was dat zat. Ze dacht bij zichzelf, ik moet mijn zoon terugpakken. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft de huissleutel, de weer opnieuw aangevraagde huissleutel, een beetje opgepimpt. En dit is hoe die eruit ziet. Een fantastische Hello Kitty sleutel. Ik hoop dat hij die niet kwijtraakt. Oké, dus deze vader werkt voor Pepsi. Dat is natuurlijk een soort van cola merk. Je hebt Pepsi, je hebt Coca-Cola. Deze vader werkt voor Pepsi en die heeft een deurmat mee naar huis gebracht voor zijn zoon, waarop staat: alsjeblieft, veeg hier je voeten met een verschrompeld blikje Coca-Cola erop. Pepsi, Coca-Cola, Dus deze vader heeft de lunch gemaakt voor zijn dochter en hij heeft er opgeschreven met een stift: gemaakt met liefde door Scotty de Hottie. Dan zit je daar om je lunch te eten op school, staat er op je lunchpakket: gemaakt door Scotty de Hottie. Hey, Scotty Hottie, ja. Dit is best wel flauw. Deze ouders hebben een telefoon gekocht voor hun zoon. En de verpakking die laat jou denken: oh, het is een smartphone. Touch in er touch touch. Maar dan maak je hem open en dan zit er gewoon Nokia in. Er zit een Nokia in het doosje van de smartphone. En dat is dus eigenlijk het officiële cadeau, als ik het zo kan noemen. Oké, dus dit is echt geniaal. Deze vader was het zo zat dat de kamer van zijn kinderen nooit werden opgeruimd door henzelf, maar dat ze toch het wifi-paswoord hadden om dan lekker op hun telefoon te pingelen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten opruimen, dat hij het wifi-wachtwoord heeft veranderd. En hij heeft een papiertje op hun kamerdeur gehangen waarop staat: laten we een spel spelen. Als je het wifi-wachtwoord wilt hebben, dan moet je het unlocken door 2 foto's te sturen van een opgeruimde kamer. Hey, dat is geniaal. Ik bedoel, deze kinderen die willen waarschijnlijk zo graag het wifi-wachtwoord dat ze hun kamer gaan opruimen en daar een foto van maken. En het staat zelfs bij: ik heb ook je Xbox-controllers verstopt. Wauw. Ik zou opruimen als ik jullie was. Deze vader schoof dit onder de deur van zijn dochter door. Het is een tekening die lijkt op, zeg maar, een sms-correspondentie, een sms-conversatie. Er staat op: hallo dochter, ik hoop dat het goed met je gaat. I love you. En dan met een hartje. En dan: waarom antwoord je niet? En dan: oh, wacht. Met zo'n lach-emoji. Omdat dat natuurlijk geschreven is op papier. En sms'jes werken alleen via de telefoon. Het zou best wel grappig zijn als je gewoon sms via een papier. Gewoon, eigenlijk kan dat. Ik bedoel, je schrijft hallo op het papier, dan geef je het papier aan iemand anders en iemand anders schrijft hallo terug, maar het is niet echt functioneel en efficiënt. Oh, dit is zo creepy. Oké, deze ouders hebben een sneeuwpop gemaakt. Een hoge sneeuwpop die zo hoog is dat als, zeg maar, hun kinderen het slaapkamerraam openen of de gordijnen aan de kant schuiven, dat ze dit zien. Bro, you cannot be serious right now. Hoe creepy is dat? Dat je dan gewoon even lekker naar buiten wilt kijken, want het heeft gesneeuwd. En je ziet in één keer: je ziet gewoon dit. Dit is wat een moeder naar haar zoon stuurde tijdens Paarse. Ze heeft een Godzilla actiefiguur gekocht en die heeft ze neergezet tussen de schattige konijntjes en Godzilla heeft lunch nodig. Is hongerig. Het ziet er op zich best wel, ik wou zeggen, schattig uit, maar dan heb ik het vooral over de konijntjes en niet over Godzilla die dat doet. Oh, dit is zo flauw. Oké, dus deze vader heeft een luchtverfrisser gekocht met de geur van cinnamon rolls. En cinnamon rolls, dat zijn dingen die ze in Amerika soms 's ochtends nog wel eens maken, wanneer het een beetje een speciale dag is. En dan maken bijvoorbeeld ouders cinnamon rolls en dan zijn de kinderen zo van: wauw, cinnamon rolls, lekker, lekker. En dan, ja. Maar in ieder geval, deze luchtverfrisser ruikt naar cinnamon rolls. En er staat dus ook bij van: dit is een hele goede manier om mijn kinderen teleur te stellen in de ochtend. Want dan spuit hij dat, zeg maar. Dan denken ze: oh, we gaan cinnamon rolls eten als ontbijt. En dan komen ze beneden en dan: nee, het was alleen de luchtverfrisser. Dat is zo gemeen. Het is eigenlijk echt heel gemeen, maar een beetje grappig wel. Oh, dit is geniaal. Beste so far. Oké, dus deze dochter vroeg aan haar ouders een Apple Watch voor haar verjaardag. En nu denk je misschien van: een Apple Watch? Hè, dat is toch zo'n ding van iPhone? Ja, maar dit is ook een Apple Watch. Het is letterlijk een Apple Watch. Het is een horloge, een watch van Apple. Ik weet niet of ik dit flauw of grappig vind. Ik vind het gewoon allebei. Het is allebei. Oh, dit is zo slim. Oké, dus deze ouders waren het zat dat hun dochter continu van die chocoladebonbons at. En wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben de chocoladebonbons verwisseld met druiven. En in het eerste oogopzicht, zeg maar, als je gewoon zo'n dingetje opent en je ziet een beetje dezelfde kleur, dan denk je: oh, lekker. En dat is de druif. Oh, dit is zo geniaal. Dit is zo geniaal. Ik sta hier echt... oh, dit is echt grappig. Oké, dus deze dochter die
vroeg aan haar vader voor een surprise snack. Dus eigenlijk voor een snack, gewoon iets lekkers van koekjes of chippies of een taartje. Maar dan gewoon onverwachts. Hè? Wat gaat het zijn? Nou, wat gaf die vader? Een zakje met chocolate chip cookies. Dus die dochter dacht, yes, en die maakt het open. Broccoli. Oké, dus als jij nou, zeg maar, iets gezonds, wat alsnog wel lekker natuurlijk is als broccoli, maar dat is niet wat je verwacht, hè. Je opent en je denkt, oh, chocolate chip cookies, broccoli. Als jij nou bijvoorbeeld iets gezonds in een zakje chips zou mogen stoppen om mensen een beetje mee te verrassen, wat zou dat dan zijn? Ik zou stukjes appel in paprika chips stoppen. Deze ouders hebben bijna een uur gereden om naar de auto van hun zoon te kunnen, om die vervolgens helemaal vol te stoppen met megaballonnen en in te pakken met plastic wrap. Oh, dan, je moet je voorstellen, als je een autootje hebt of iets anders, dan kom je zo buiten, ga je naar je auto en dan zie je dit. Gewoon helemaal getaped, plastic ballonnen erin. Bro, dit is geniaal. Oké, ik moet zeggen, dit is geniaal. Deze moeder probeerde de teddybeer van haar dochter te wassen. Alleen in de wasmachine ging niet helemaal volgens plan. Oh nee. Oké, dus een jongen heeft de iPad neergelegd op het dak van de auto van zijn moeder. En zijn moeder die wist dat niet. Dus die keek niet eerst op het dak of er een iPad lag. Maar die reed gewoon en de iPad is gevallen. En nu is de iPad stuk. Wie zijn schuld is dit? Had de moeder moeten kijken op het dak van de auto? Of had gewoon in eerste instantie de jonge man geen iPad op het... Deze moeder probeerde een diepvriespizza te maken in de oven. Laten we het houden op extra krokant, shall we? Deze moeder probeerde Olaf na te maken met klei. Haar kinderen wouden Olaf graag ontmoeten. Olaf is gewoon... ja, anders vandaag. Deze moeder wou een screenshot maken van iets wat ze op haar telefoon las. En ze wist niet hoe dat werkt, of tenminste, misschien wist ze het wel en dacht ze dat het op deze manier werkt. Ze heeft namelijk gewoon letterlijk heel haar telefoon gekopieerd. Dat is nog eens het maken van een screenshot. Ik vind het altijd zo grappig als volwassenen iets niet snappen van elektronica. Ik bedoel, ik help ze er graag mee, maar het is soms grappig om te zien hoe ze denken dat het werkt. Oké, dit is helemaal geniaal. Deze moeder die stuurt een berichtje naar haar zoon en die vraagt dus aan haar zoon, ben je thuis? En haar zoon antwoordt ja. Vervolgens antwoordt die moeder daar weer op, oké, hoe was je dag? En later kijkt die moeder op haar telefoon, ziet ze haar eigen berichtje, maar denkt ze dat het een berichtje van haar zoon is. Dus wat doet ze? Ze antwoordt op haar eigen berichtje. Ze schrijft naar haar zoon, oké, hoe was je dag? En vervolgens zegt ze er zelf op, prima, ik was nee. Deze moeder komt voor de allereerste keer erachter dat ze nieuwe emojis op haar telefoon heeft. Dus ze stuurt naar haar zoon, wat zijn deze nieuwe telefoongezichtjes? Waarop haar zoon antwoordt, die had je al. Waarop zij weer antwoordt, ik had eerst alleen een smiley face. En vervolgens stuurt ze het poepjes emoji en zet ze erbij, dit lijkt wel op een poepje. Waarop haar zoon antwoordt, het is een poepje. Het is een poepje. Het lijkt niet op een poepje. Het lijkt op een poepje. Want het is een poepje. Deze moeder heeft geprobeerd om een soort van opscheer met een mooie overgang te geven aan haar zoon. Ja. Nice. Ziet er goed uit. Ja. Deze vader probeerde koekjes te bakken samen met zijn zoon. En koekjes werd al snel koekje. Koekje. Mega koekje. Maar dit is wel wat er gebeurt als ik een koekje probeer te bakken. Maar je hebt geen koekjes. Je hebt gewoon een koek. Nu even iets totaal anders. Dit zijn misschien wel de meest unsatisfying plaatjes. Ik bedoel, we hebben nu gezien hoe gemeen ouders kunnen zijn. Nou, waarom zou je dat doen? Iemand die heeft een sandwich gemaakt. De ene kant besmeerd met jam en de andere kant met pindakaas, peanut butter jelly, delicious. Alleen, hij heeft het zeg maar niet zo op elkaar gedaan, maar zo op elkaar gedaan. Je ziet het aan zijn handen. Hij zit... waarom zou je dat doen? Dit is zo unsatisfying om te zien. Oh, nee. Oh, waarom? Ah, open het niet zo. Het kan niet. Nee. Does not look good, oké? Oké, dit is misschien echt wel de meest unsatisfying foto die ik ooit heb gezien. Waarom zou je tomaten snijden met een kam? Als je haar maar goed zit, denk ik. Sommige mensen vinden het lekker om een stukje citroen, een stukje lime in hun cola te hebben. Alleen, een van de twee stukjes lime zorgt ervoor dat de cola gewoon een soort van op de helft van het glas blijft zweven. Oh, dit is zo unsatisfying. Ik weet niet waarom het unsatisfying is, maar het ziet er gewoon echt uit alsof de cola geen kant op kan. Oh, nee! Oh, dit keyboard is totaal verwoest. Je zou zeggen van niet, maar het is in alfabetische volgorde. A, B, C, D, E, niet QWERTY of AZERTY, nee. AB. Waarom zou je dat doen? Dit is zo unsatisfying. De meeste mensen hebben het misschien niet gelijk gezien, maar ik zag het vrij snel. Wat is dit?
Waar is de logica hier? Zoveel opladers aan elkaar gekoppeld. Wat moet er überhaupt opgeladen worden? I don't get it, maar... Hey, het wordt opgeladen, wat het dan ook mag zijn. Ik vind het unsatisfying. Hoe unsatisfying is dit? Hey, de bekers zijn op, maar ik wil mijn cola refillen. Prima, pak ik een ijshoorntje. Bzzz, serieus, drinken uit een ijshoorntje. Dat zal ik zo ook doen. Moet ik hier nog iets over zeggen? Ik heb soms wel eens een keer een KitKat op deze manier gegeten. Sorry! Sorry, maar misschien heb ik wel eens een keer een KitKat op deze manier gegeten. Heb jij ooit een KitKat op deze... Laat het weten. Laat het weten. En als laatste dit. Eén steentje is verkeerd geplaatst. En ik ga nu naar buiten en ik ga kijken waar dit is. En ik ga het steentje goed plaatsen. Abonneer, like. Ik ga het steentje redden. Adios.